Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, in zijn thuis of zijn briefwisseling, nog aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet. Doordat alles geautomatiseerd is, dreigt het gevaar van een politiestaat en is er het gevaar van hackers. Het echte probleem is dat we gapen bij het feit dat gemakzucht, versimpelde vooroordelen en bezuinigingen je privacy vernietigen. Heb jij wel eens bijgehouden waar en in welke databanken je zoal bent opgeslagen? Nederland is wereldkampioen in het aftappen van telefoons. Het afluisteren van telefoons neemt een steeds belangrijkere plaats in bij het opsporen van criminelen. Politie en justitie hebben er alle belangen bij om alle telefoons te kunnen tappen. Daarom gebruiken criminelen geheimtaal. Gun geheimtaal, daarom geen privacy. Weet jij dat het een beroepsvoordeel is voor mensen die professioneel jouw privacy schenden om zonder procesverbaal jouw pingegevens voor persoonlijke doeleinden te gebruiken? En dat is echt niet alleen politie. Het zijn ook mensen zoals jij en ik. Want het echte gevaar is dat het allemaal veel te gemakkelijk gaat. Het echte gevaar is dat het gebruik van onze gegevens disproportioneel is. Er zijn veel te weinig waarborgen die het correct omgaan met privacy en persoongegevens controleren. Onze persoongegevens en privacy zijn opgeofferd voor de veiligheid. Nederland is wereldkampioen in het opvragen van financiële gegevens van burgers. Jij kan niet meer uit je neus peuteren. Iedereen wordt gevolgd. Jij kan niks meer romantisch met je partner op straat doen. Je kan niet meer in geheimtaal met onkraakbare codes communiceren. Je kan nu bijna niet meer individu zijn. Het wordt steeds moeilijker je individualiteit te ontplooien. Want de collectiviteit mens is de norm. Je kan er niet meer op vertrouwen dat al jouw persoonsgegevens veilig zijn. Tegen willekeur en misbruik. Je kan geen mogelijkheden creëren voor een eigen omgeving waar je helemaal jezelf mag zijn. Over 25 jaar kun je niet eens meer jezelf zijn. Dan zijn we allemaal gepiepeld door het collectief systeem. Niet de opsporing is het probleem. Het probleem is het sleepnet daarachter dat ongecontroleerd het individu van zijn persoonlijke vrijheden berooft. Vele mensen voelen de behoefte om zich overal en voor iedereen herkenbaar te maken. Een mens wil echt niet alles 100% van anderen weten. Een mens wil niet in een samenleving leven waarin iedereen vrij is om elkaar te controleren. Omdat zogenaamd niemand wat te verbergen heeft. Elk individu wil niet dat alle anderen zomaar alles van je weten, zoals wie je bent en wat je hebt. Zou jij zomaar je vertrouwelijkheden delen met grote groepen onbekenden? Privacy is de mogelijkheid te hebben om zelf te bepalen met wie je je geheimen deelt. Iedereen herformuleert op internet zijn identiteit door video's op YouTube te veranderen, veel getwitter, foto's op Flickr te plaatsen en natuurlijk op je sociale netwerken en je website. Je neemt een openbare ik aan, een persoonlijke ik en een tussenvorm ik. Dat doe je in het echte leven toch ook? Maar de bescherming door de wet, waarover alle mensenrechten spreken, die moet ondertussen door de Nederlandse staat wel beter gewaarborgd zijn. Of zal die al gapend in slaap gesust worden? Wat je zelf kan doen, neem meerdere identiteiten aan op internet. Word lekker bewust schizofreen. En ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale en openbare veiligheid of het economische welzijn van het land, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.